Voor dit moment de persconferentie. We hebben nu verbinding met Herbert Herreur van Wijning, Wijn en Beleving op de Dam. Kitty Buitendijk van het Centrummanagement. En Ben Dubbeldam, de winkelstraatmanager van de Nolenslaan. Allereerst, wat vonden jullie van wat Rutte en de jongen zeiden? Het was een heel verhaal. Allereerst Kitty. Hoopgevend natuurlijk. De woorden perspectief zijn genoemd en dat hadden we nodig. Wat duidelijkheid waar we naartoe kunnen werken en waarmee we weer plannen kunnen maken. Dat is de eerste reactie. En juni wordt een hele belangrijke datum, hè? Ik weet het. En stiekem 11 mei, hè, de kapsalon kan weer gaan knippen. En de nagelstudio kan weer beginnen. En een stapel ondernemers bij ons in de binnenstad zit te trappelen om hun klanten te bedienen. Dus heel belangrijk. Dan gaan we even naar de Dam, terwijl Ben even uitgevallen is. Ben, even weer in seks. Ja, daar is Ben weer. Herbert, wat vinden jullie van 30 klanten die mogen binnen? Ze moeten wel reserveren en terrasjes mogen weer open. Wat vind je? Ja, ik ben bijzonder blij met deze ontwikkeling. Je komt uiteindelijk van niets. Dus dit is zeker een beweging waar ik heel vrolijk van word. Ik denk dat we hier de komende periode ons heel goed op voor gaan bereiden. En dat is wel een vrolijk perspectief, laat ik het zo zeggen. 1 juni, dat is best wel snel eigenlijk. Ja. Ik moet zeggen dat iedereen er wel klaar voor is. Iedereen heeft er al lange tijd over nagedacht. Dus ik denk niet dat het voor iedereen als een complete verrassing komt. Maar ik denk wel dat iedereen blij is met de uitspraak. Is het te doen om 30 mensen dan vooraf te checken of ze niet ziek zijn? Ik denk dat je wel een standaard lijst op kunt stellen met vragen. En wellicht ook wat maatregelen nemen om bijvoorbeeld een dag van tevoren nog even contact met de mensen op te nemen. Of er nog veranderingen zijn. Ik denk dat alles wel binnen een protocol te krijgen is. Gaan we naar Ben Dubbeldam van de Nolenslaan. Ben, hoe ziet jij als voorman van de Nolenslaan deze maatregel en de versoepeling? Ja, ik ben niet zo enthousiast als mijn voorgangers. Ik had graag gezien dat er toch wat meer gebruik gemaakt zou kunnen worden van de creativiteit van de winkelier en de ondernemer zelf. Ik denk dat een heleboel winkeliers hebben aangetoond in deze periode om rekening houdend met welke verplichtingen er waren, om zo goed mogelijk het bedrijf open te houden. Als ik nu zie dat er toch weer behoorlijk wat maatregelen worden genomen, beperkingen opgelegd, waarbij ik denk dat dat voor de een inderdaad zal gelden, maar de ander heeft misschien veel meer mogelijkheden. Ik vind het jammer dat daar dus niet meer gebruik van gemaakt kan gaan worden. Maar ook wel positieve ontwikkelingen? Nee, goed. Elke verruiming zeg maar, is een positieve ontwikkeling. Alleen, ik had wat meer verwacht, zeg maar. Ik had wat meer gehoopt dat men wat vertrouwen had in de bevolking en de ondernemers zelf. Kitty, deel jij die mening? Nou, ik deel een stukje mening omdat ondernemers inderdaad creatief zijn. Maar ik denk dat ze de regels zo hebben opgesteld om in ieder geval ook een stukje te kunnen handhaven. Maar wat ik merk en waar ik ook stiekem nu wel een beetje bang voor ben, is elk stapje wat we nemen wordt vaak ook door een grote groep bezoekers of publiek of gasten toch weer iets ruimer opgepakt dan dat we met z'n allen hebben afgesproken. Heel dichtbij begint dat bij die anderhalve meter die we niet kunnen accepteren af en toe of respecteren. Ik merk het bijvoorbeeld in de Nieuwe Passage of in ons winkelgebied dat we daar toch wel vaak met elkaar in de knoop zitten. En ik denk dat we die stapjes voor stapjes voor stapjes nodig hebben om langzamerhand aan het einde van het spoorboekje te kunnen komen. Dus je hebt er zelf maatregelen genomen? Dat in de horeca gaan doen. Ja. Wat zeg je? Jullie hebben zelf maatregelen genomen, anderhalve meter uit te tekenen op de vloer met gele verf. Vind je dat belangrijk?
Nou, dat was een eerste noodmaatregel, omdat we merkten dat het op bepaalde dagen zo druk is. En we zijn die maatregelen ook aan de binnenkant van de passage gaan aanbrengen. En het is elke dag zoeken hoe je dat moet uitvoeren. Want met stickers alleen, dat merk je in de winkels, red je het niet. Het is toch vaak een flexibele houding die je aan moet nemen. Dat zullen we straks in de horeca ook gaan merken. Je kan het niet helemaal vastpinnen. Je zal moeten blijven improviseren en meebewegen met wat er op dat moment nodig is. Ja. Ja, dat geldt natuurlijk voor elke ondernemer. Herbert, zien jullie dat ook als probleem om die klantenstromen, mensenstromen, zeg maar, in goede banen te leiden? Ja, het is natuurlijk wel een probleem, maar ik sluit me wel aan bij de vorige sprekers en ook even over de... Ik sluit ook even aan op wat er zojuist bij de persconferentie gemeld is. Er wordt gevraagd om verstandig gedrag. En ja, in die zin geef ik Ben wel gelijk. En dat is een mening die ik al een tijdje deel. Is dat de gast die je zaak bezoekt prima in staat is om zelf te kijken of dat er 1,5 meter ruimte voor hem is. En... ook zelf kan bepalen met welk gezelschap die komt, want dat doe je nu tenslotte thuis ook. En op het moment dat er geen 1,5 meter ruimte is voor iemand, dan kun je altijd beslissen om ergens anders naartoe te gaan. En daarbij moeten de mensen die al reeds in de zaak zitten, zouden eigenlijk leidend moeten zijn, want zij hebben recht op die 1,5 meter ruimte van een ander gezelschap. Dus in die zin sluit ik me wel aan bij de vorige sprekers. Ja. Dus ja, dat wordt een probleem. En de handhaven, dat is te veel gevraagd, vind ik, voor ondernemers. We moeten elkaar aanspreken. Ook dat is uitgesproken op deze persconferentie. En daar ben ik een voorstander van. Je merkt snel genoeg of dat mensen het op prijs stellen. Of dat ze het vervelend vinden als er iemand te dicht in de buurt komt. Hoe is dat op de Nolenslaan, Ben? Gaan jullie ook met gele verf aan de slag of is het allemaal al geregeld? Nou, we hebben een staartje meegekregen van het centrum. Er zijn een aantal dingen aangelegd. Prima. Maar waar ik met name, en daar heeft het wel zijn punt, van mensen corrigeren elkaar ook. En doen dat vaak op een hele goede manier. En het handhaven, daar ben ik nooit zo erg gevoelig voor. Uiteraard moeten we op elkaar letten en proberen om allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar een boete opleggen, daar denk ik dat eigenlijk averechts werkt. Ik heb veel liever dat de gemeente positief meewerkt om creatieve oplossingen te bedenken voor daar waar er knelpunten zijn, dan dat er mensen met een bonnenboekje rondlopen. Ja, en jullie kunnen dat als ondernemer natuurlijk ook niet. Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. Er is een hoop werk aan de winkel. Gelukkig weer wel. Jullie kunnen eindelijk weer, alle ondernemers kunnen weer klanten gaan ontvangen. Het openbaar vervoer. Ga je afronden? Een positieve dag is. Mag ik nog even wat zeggen? Ja, tuurlijk. Ben je er nog? Ja. Ja. Wat ik gemist heb, is eigenlijk toch wel. Ik vind dat de steunmaatregelen nog steeds erg schaars zijn. Er komt een tweede pakket, heb ik begrepen. Maar daarover is men niet concreet. En ik zie gewoon nog steeds dat de winkels aan het omvallen zijn. En er zijn uiteraard wat maatregelen genomen, maar die zijn niet voldoende. Dus ik zou eigenlijk willen zien dat die maatregelen zo snel mogelijk naar de winkelier en de ondernemer toekomt. Zodat zij in deze periode het geld op zak kunnen houden als dat er nog is. En geen uitgaven hoeven te doen. En ik zie nog steeds dat verhuurders daar niet loyaal aan meewerken. Duidelijk. Hoe is dat bij jullie, Herbert? Heb je er ook steunmaatregelen gekregen of helemaal niet? Ja, ik heb wel steunmaatregelen gekregen. Echter, het is natuurlijk maar een percentage van wat je werkelijke vaste lasten zijn qua personeelskosten. En nou ja, je loopt globaal 40% per maand loop je achteruit financieel. Dus ook hier weer moet ik Ben gelijk geven. Dat hou je niet lang vol, of je nou groot of klein bent. Als je groot bent, dan gaat er een nul achter. En als je klein bent, dan niet. Maar de lasten zijn even groot. En ik denk dat er inderdaad wel gekeken moet worden in hoeverre we daar mensen in kunnen ondersteunen. Om met name ook die economie rollend te houden.
Ja, en we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet, want we hebben nog... Mag ik iets zeggen? Ja. We hebben natuurlijk ook nog een slag te maken, omdat we nu nog steeds een beperking hebben met het aantal mensen wat we kunnen bedienen. En vergis je niet, dat is toch nog steeds omzetderving, hè? Want er wordt nu wel gezegd, ja, dit gaat open en dit kunnen we wel en dit kunnen we niet. Maar vergis je niet, vaak zijn de vaste kosten hoger dan de omzet die we nu gaan draaien. Alle omzet is mooi meegenomen, maar ja, helaas zullen we toch nog een stukje moeten inlopen aan het einde van de rit. En ja, hoe lang dat gaat duren, dat is nog een stukje onzekerheid. Ja, het zou niet het einde van de steun moeten betekenen inderdaad, wat er nu beslist is. Want dat zou funest zijn. Ja. Ik wens jullie heel veel sterkte, wijsheid en werk aan de winkel. Succes. Heel leuk. Dankjewel. Dankjewel. Ja, hoi.